Universiteit van Nederland. Kan je overgewicht oplossen met een pil? One hot topic everyone in Hollywood still seems to be talking about is Ozempic. I lost 3 stone by Ozempic. TikTok star details her past experience with the drug Ozempic. It's like, you know, you try it. She's revealing she's been taking medication. Nou, dat klinkt heel mooi en dat is het voor sommigen ook wel, maar het is niet voor iedereen de oplossing. En om dat goed te begrijpen is het belangrijk om te weten hoe obesitas werkt. Daarvoor hebben we eigenlijk die pop even nodig. Voor overgewicht hebben we een formule, de body mass index. Dat is een maat voor je gewicht in relatie tot je lengte. BMI is dat? De BMI, ja. En we zeggen een BMI van 25 of hoger noemen we overgewicht. En een BMI van 30 of hoger, dan zeggen we obesitas. Maar het gaat eigenlijk helemaal niet om je gewicht. Het gaat om je vetmassa en met name je buikvet. Want in buikvet, er worden allerlei stoffen aangemaakt die heel belangrijk zijn voor bijvoorbeeld je eetlust, maar ook voor je stofwisseling en ook bijvoorbeeld voor je immuunsysteem. Dus dat vet, dat is een orgaan, net als bijvoorbeeld je lever een orgaan is of je hart of je hersenen. En die stoffen die praten dus met die andere organen en met name ook sturen ze signalen naar je hersenen. Bij obesitas is dat communicatiesysteem, dat is kapot, dat doet het niet meer goed. En dat heeft te maken met dat buikvet, dat wordt, als het veel te veel aanwezig is, dan raakt dat chronisch ontstoken. Die hormonen worden niet meer goed geproduceerd. En die ontstekingsstofjes die gaan door via de bloedbaan naar allerlei organen en ook naar de hersenen. Daar kan het depressie veroorzaken. Het kan longziekte geven, leverziekte, hartproblemen, zelfs een aantal vormen van kanker. Heel veel chronische ziektes worden veroorzaakt door dat zieke buikvet. Dat vet, dat is belangrijk omdat het een rol speelt in je hongersysteem. Eigenlijk heb je 3 hongersystemen. Eentje is je biologische hongergevoel. Een andere is meer je lekkere treksysteem. En het derde systeem, dat is bewust. Dat is je gedachten, je emoties, je zelfdiscipline. Eerst even over het biologisch hongersysteem. Als je lichaam energie nodig heeft, dan wordt vanuit je maag een hongerhormoon gemaakt. Dit hongerhormoon geeft een signaal af aan de hersenen dat je moet eten. En als je dan aan het eten bent of je hebt gegeten, na zo'n minuut of 20, dan ga je vanuit je darmen en je vetweefsel verzadigingshormonen aanmaken. En die stoffen die geven een signaal af aan je hersenen. Nu zit ik vol, ik stop met eten. Maar daar kan je soms heel goed doorheen eten. En dat hangt samen met je lekkere treksysteem. Hoe werkt dat? Nou, misschien herken je het wel. Soms heb je een hele grote maaltijd gegeten en nou ja, dan de bloemkool of biefstuk, dat past niet meer. Maar wel dat toetje. Zo'n ijsje, dat past altijd. Maar hoe werkt dat dan? Nou, op het moment dat je een ijsje gaat eten, dan ga je in je lichaam allerlei gelukstofjes aanmaken. In je hersenen. In het beloningscentrum in de hersenen en dat geeft je een heel lekker, comfortabel gevoel. En daardoor kan je dooreten. En we hebben nog een derde systeem. En dat zijn eigenlijk je gedachten, ook je gedrag. En dat hangt samen met je zelfdiscipline. Bijvoorbeeld van, nou neem ik een lekker puddingbroodje of toch die gezonde volkoren boterham. Deze 3 systemen, je biologische hongersysteem, je lekkere trek en je gedachten, die bepalen bij elkaar dus eigenlijk wat je eet en hoeveel je eet. En goed om te beseffen dat een groot deel dus onbewuste keuzes zijn. Dus daarom eet je soms misschien wel iets anders of meer dan eigenlijk goed voor je is. En nu komt een essentieel onderdeel. Want wat gebeurt er bij obesitas? Dan zijn je hongersysteem en je lekkere treksysteem die zijn verstoord geraakt. En dat maakt dat afvallen heel moeilijk is. Het kan wel. En wat er dan gebeurt als je afvalt, is dat de ontstekingen van in dat vetweefsel minder worden. Je immuunsysteem herstelt deels, maar nooit meer terug naar het oude. Wat ook gebeurt, dat je hongerhormonen omhoog gaan en je verzadigingshormonen gaan omlaag. Het netto-effect is dat je dus meer gaat eten. En dit allemaal bij elkaar zorgt ervoor dat je lichaam eigenlijk biologisch de neiging heeft altijd weer terug te gaan naar het hogere gewicht wat je ooit had. En dat kennen we ook als het jojo-effect. Om af te vallen is het heel belangrijk om
gezond te eten en heel veel te bewegen, maar is best heel ingewikkeld. En daar kunnen medicijnen soms bij ondersteunen. Die bootsen bijvoorbeeld verzadigingshormonen na of beïnvloeden het beloningssysteem. Dus dat kan helpen bij het afvallen. Maar blijven wel medicijnen. Dus ga die nooit op je eigen houtje zomaar gebruiken. Ze kunnen bijwerkingen hebben, bijvoorbeeld misselijkheid, diarree of hoofdpijn. En soms hele ernstige bijwerkingen. En die moet je eigenlijk alleen maar gebruiken onder begeleiding van een arts. Zomaar voor iedereen een pilletje nemen tegen overgewicht is echt veel te simpel. Mijn naam is Christian Vinkers en volgende week vertel ik je waar een burn-out vandaan komt.